Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goedzooi en Blackgate. En wat zitten we er weer heerlijk bij in de tussentijd. Want daar zijn we te gast met deze pop-up studio, zo noem ik hem maar eventjes, van dit programma wat tot 11:30 gaat duren. Dus geen Eurovisie Songfestival ga je meekrijgen. Nee, je krijgt nog sfeer mee van de 48e editie van Breda Jazz, waar 300 jaar New Orleans als rode draad doorheen loopt. En we hebben live muziek, we hebben sfeerreportages en gasten bij ons in de studio. En we zitten er dus heerlijk bij, met dank aan Goedzooi ook, die ons gewoon lekker die studio hier zo laten staan en ook morgen dan zijn we nog hier zo lekker paraat om de Breda Jazz natuurlijk goed af te sluiten. En degene die bij mij aan tafel zit en zo meteen ook nog lekker door mag, want die zit een beetje gewoon op hete kolen, is Dominique Bertens. Dominique, een hele goede avond. Ja, dankjewel. Want zo meteen Jazz Circus Collective, ik moet mijn klok even goed zetten, 10:45 stipt, hè? Dan moet je wel gaan draaien op de havenmarkt. Ja, ja, dus het is een beetje haasten straks. Even terug naar de parking, de crew ophalen en naar het podium en gas erop. Havenmarkt, op dit moment is daar Jazz Connection aan het spelen. Dus ook vast prik. Die doen altijd op zaterdag de Havenmarkt. Maar daarna mag het een tandje. Ja, niet dat Jazz Connection niet modern is. Want er zijn genoeg mensen, jong en oud, die van die swing houden. Maar jullie gooien er een dancebeat doorheen. Hoe pak je het aan? Om te beginnen, de beste DJ's die ik heb kunnen vinden in de jazz-funkhoek. Denk aan Ronnie Hammond, die 50 mixen gedaan heeft voor Giel Beelen, Cassie 6. Die heeft Java Jazz Festival, North Sea Jazz gedaan. De hele wereld rondgereisd in combinatie met de Jazz Junkies uit Brabant. Ook twee top DJ's. En zelf ben dan de jongste DJ, maar meer de allrounder zeg maar, van het geheel. Dus dat is zeg maar de basis. Dus dan heb je gewoon de beats en een paar lekkere mixen ook. Van, nou, in principe, dus dit groeft al lekker. Een goede groove, inderdaad. Die is erg belangrijk. En daarnaast vullen we dat aan met sax. Percussie, fluit, you name it. Het maakt niet uit. Dus jij staat strakjes gewoon, hoe dat een DJ erbij staat, dat weten we wel. Hè? Dan is het gewoon, je hebt de technische spullen. En of dat je nou waarschijnlijk ook met een stickje, hè? Dat doen we ook niet meer echt van cd of vinyl. Ja, we doen eigenlijk alles. Dus van vinyl tot het stickje, zeg maar. Dus dat heb je. Jij hebt de beats. Ja. Dus wie komt er dan op een gegeven moment podium oplopen daar? Dan hebben we Juliette July. Dat is dus een supergave zangeres. Die komt sketten en zingen. Dus dat staat nog niet van tevoren vast? Die voelt gewoon iets en die krijgt goddelijke inspiratie. En juist, die goddelijke inspiratie die laten we hier in Breda los, zeg maar, inderdaad. Klopt. Nou, dat moet lukken. Je hebt lekker weer. Weer, lekker weer. Gewoon, het is geweldig. Want donderdag waren jullie er ook al. Klopt, ja. En toen merkte je het al, het zit weer goed hier in het zuiden. Ja, altijd goed hier in het zuiden, zeker weten. Nee, maar het is echt gewoon een superleuke plek. En zoals je zei, 3 jaar op rij, gewoon prachtig weer. En vorig jaar was het geloof ik 30 graden. Was het heel heet. Toen was het echt bloedje heet. Maar zeker zoveel fun en iedereen dansen. En dat is waar we voor komen eigenlijk, om te zorgen dat ze gaan dansen. Dus die zangeressen dan ook nog bij? En dan ook nog hier inderdaad nog een trompet of een sax? Of ja, eergisteren hadden we inderdaad een sax. Die hebben we vandaag verwisseld voor elektrische gitaar. Oh. Dus we gaan een beetje jazz rocken op een beat. Jazz rocken op een beat. Ja. Oké. Okay. En dan zit je dan tussendoor wel zo op je klok te kijken en je denkt, we zijn al een uur verder. Even kijken, eergisteren waren we 3 kwartier bezig. Toen keken we op onze klok en dachten, zo, we moeten nog even, want we gaan non-stop door. Het is één bak energie. Je gaat niet even zo, hang je niet een bordje zo erop, Jazz Circus Collective, over 5 minuten zijn we terug. Nee, dat doen we niet aan. Nee. Het is gewoon één grote bak aan energie die we over het publiek heen storten, zeg maar. En vooral gewoon heel veel plezier maken op het podium. En daar is het om te doen. Soms is het zo dat de mensen op het podium elkaar niet kennen. Ja? Dan is dat eventjes, jongens, dat is die. Oké, dat is de DJ. Let's go. En gewoon in the blind. En gewoon eigenlijk is het gewoon een hele dikke jam. En blijkbaar vinden mensen het leuk. Want we doen derde keer alweer, vierde keer zelfs. Als je echt denkt, wat is Dominique allemaal aan het vertellen over een jam en dergelijke? Nou, we hebben daar in ieder geval wat beelden van. Zodat je ziet wat voor sfeer dat dus dit Jazz Circus Collective neerzet.
En dit is dus een voorbeeld van wat er van 11:15 kan gaan gebeuren dan op het Havenmarktplein. Als je daar die kant uit gaat, dan krijg je dus de Jazz Circus Collective. Maar Dominique, dan is het natuurlijk iets, je maakt iets voor een avond. Hopelijk wordt het een magische avond. Mm-hmm. En is het ook weg, natuurlijk. Je krijgt het nooit, al doe je het... Misschien, stel je voor, je was vanmorgen geboekt, dan zou je het nooit exact meer hetzelfde krijgen. Nee, maar dat is, nee, ja, klopt. Dat is juist echt het leuke ervan. Je weet niet waar je heen gaat. Je weet ook niet waar je eindigt. Maar ja, op een gegeven moment dan weet je wel, omdat je de mensen op een gegeven moment wel leert kennen, hoe je op elkaar kan inspelen. En ja, dat maakt het, die chemie op het podium, dat is juist eigenlijk waar het voor ons om gaat, zeg maar. En als het publiek ziet dat wij er echt onwijs lol in hebben, ja, dan gaan ze ook los. Want dat straal je op zich gewoon af, lijkt mij. En ja, blijkt gewoon. Dansen. En net voordat je opgaat, dan toch nu wel een beetje zenuwen, of heb je dat niet meer? Ik had wel een appje naar huis toegestuurd van, nou, adrenaline begint al een beetje te komen, zeg maar. Dus ja, het maar hoort er allemaal wel bij. Op een manier. Je bent ook aanspreekbaar, 5 minuten. Jawel. Maar als ik straks terugloop, ik sta naar het podium en iedereen heeft gesproken weer. En, ja. Dus dan begint het wel weer te kriebelen en dan laten we de DJ even losgaan en dan kicken we in. Voor de mensen die nu dus aan het twijfelen zijn en kom op voor het weer, het is super zwoel en heerlijk fijn buiten. Neem gewoon een dun jasje mee en kun je nog lekker door. Dus die twijfelaars die nu aan het kijken zijn, denken, zou ik nog de stad ingaan? Ik geef je nu de kans om ze even te overtuigen. Waarom moeten ze? Ja, als je gewoon wil feesten en wil dansen, in plaats van lekker achter de buis het mooie weer, dan denk ik dat je gewoon prima hier in Breda kan rondlopen. Er is veel te doen en wij zijn daar een klein onderdeeltje van. We sluiten hem graag af. Jazz Circus Collective, veel plezier en dan zometeen spullen verzamelen en een goede set draaien. Gaan we doen. Tot de volgende keer. Top. Weer. Ja, ja, want wie weet wordt dat gewoon voor volgend jaar weer ingeboekt natuurlijk. Dat zou toch leuk zijn. Dan wat sfeer meesnuiven, want het gaat natuurlijk om de muziek. Als er geen muzikanten zijn, ja, dan is er ook weinig om te zeggen, we gaan naar Breda Jazz doen. Maar ja, muzikanten worden nou eenmaal wel gelukkig wanneer er natuurlijk publiek voor de neus staat. En met zulk goed weer is het gewoon weer, ook vandaag, op de derde dag van Breda Jazz, afgeladen vol in de binnenstad. Degene die op grote hoogte toekijkt, dat is Mike Siebelink. Ja, dag 3 alweer van het Jazz Festival. En moet je kijken waar we terecht zijn gekomen. Gewoon op de Grote Kerk. Vanuit hieruit hebben we een prachtig uitzicht over het Jazz Festival. Ik ga nou naar beneden, even kijken hoe de sfeer is. Even proeven. Van genieten. Tot. Ja, dat is gewoon een soort mini-vakantie die je avond opnieuw hebt. Ja, ja, ik zag wel dat je hele soepele heupjes hebt. Dank je. Wil je het laten zien? Nee. Ja, waarom niet? Nou, dat valt me dan weer tegen. Nou, ik heb van betrouwbare bron een verhaal gehoord over eendjes. Kunt u maar er eens over vertellen? Ja, dat is Duckstage. Dat is een jaar of 2-3 geleden ontstaan. Van één heel klein eendje. Wat allerlei avonturen tijdens het jazzfestival heeft beleefd. En ja, dat is steeds groter geworden. Heeft een vriendinnetje gekregen. Kindjes gekregen. Is gewoon heel groot geworden. Dus dat is gewoon een leuk verhaal. Wat wij tussen ons... eigenlijk als privé in hebben gedaan. Had jij niks makkelijkers aan kunnen trekken vanochtend? Jawel, nu heb ik een goede zicht over alles. Hè. Dus kan ik al de mensen goed in de ogen houden. Ik kan ik echt alles zien van op hoogte. Hè. Ja, dat is waar. En wat zie je allemaal vandaag? Leuke dingen? Ja, leuke mensen allemaal. Hè. Ja? En ook leuke muziek overal. Dat is wel leuk. Hè. Je ziet dat de mensen allemaal vrolijk zijn. Iedereen lacht. Niemand is... iedereen heeft een grote lach op hun gezicht. Dat is toch leuk? Nou, jullie komen helemaal uit Rotterdam, dames. Helemaal. Ja. Hoe komen jullie hier verzeild? Met de trein. We hebben bezoekers uit alle landen. Different countries. 2 girls from Spain. France en Spain. Holland. Oh yeah. And how do you come here in Breda? Why? Well, we actually live in Eindhoven and we heard about the jazz festival. So yeah, we thought check it out. It's really nice, the city is nice, the music is really good. So it's happening here in Rotterdam? Nee, we hebben zoiets niet in Rotterdam, nee. Je hebt de marathon en dan houdt het eigenlijk ver op bij jullie. Ja, eigenlijk wel. En je hebt het zomercarnaval, maar daarna is allemaal niks. Echt klaar, ja. Vergeleken met dit is dat er niks bij. Nee, zeker. I love it. Yes? For me is the third time I came here, so okay. It's really nice. All
just to see the environment and all the bands. I really like it. Ja, dus we zijn eigenlijk al heel veel gaan drinken en dat is het. Ja, goed, goed. Gezellig. Zonnetje erbij maakt het natuurlijk helemaal af, hè? Je zegt eigenlijk hetzelfde als wat iedereen zegt. Ja, zeg eens maar anders, joh. Ben eens even origineel. Maar dan zal het wel kloppen. Ja, oké. Okay, dan heb je ook gelijk in. Nou, jij bent vandaag de lul, of niet? Nou, ja, letterlijk en figuurlijk. Ik vind die helemaal een beetje op Ed Sheeran lijkt. Ja, dankjewel. Hoor je dat vaker? Heb ik wel eens eerder gehoord, ja. Ja. Maar hoe bevalt het nou hier? Ja, wel echt tof. Het is de eerste keer dat ik hier echt ben. Smiddags ook op Jazz Festival. En ja, ik vind de sfeer wel echt top. En ook dat je overal een paar stages hebt, dat vind ik wel echt vet. Hoor je wat de groetjes doen uit Rotterdam? Je moeder? Ja, de groetjes aan mijn ouders. Die staat erop. Tonight is the song, the National Eurovision Song Contest. That I mean. I hope the Netherlands is well winning. We will see. Ach joh, Waylon moet pas heel laat zingen. Gewoon lekker laten zitten, lekker gewoon Jazz Talk blijven kijken hier zo. Dat zenden we uit dus op Breda Nu en ook op Omroep Brabant. En we zijn er tot 10:30. Dag 3 van het Breda Jazz Festival, 48e editie. En heb je van die vaste prikken die je dan ook weer terug ziet komen op het programma. Zoals bijvoorbeeld ook het kinderconcert. Want de jeugd heeft de toekomst. Dus neem ze ook maar gewoon eens mee. Vanaf 4 jaar zijn ze hartstikke welkom. En dat lukte dan ook prima weer in de Lutherse Kerk vanmiddag, dat kinderconcert. Samen met VOF de Kunst, Kopje Koffie, Suzanne, Streep op de Weg, enzovoorts, enzovoorts. Met hulp van, jawel, de man bij mij aan tafel, Bert Brandsma. Bert, goedenavond. Hallo. Vanmiddag dus in de Lutherse Kerk. Ook een hele hoop ukkies vooraan bij het podium, hè? Ja. Gingen ze staan? Durfden ze een beetje mee te doen? Ja, 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 zeker. Nee, de Nol die krijgt ze wel enthousiast. Dus dansen, springen, zingen, van alles. Want jij speelt klassiek ook. Jij speelt ook jazz. En ik kan me voorstellen dat je ook nog wel eens regelmatig misschien helemaal in een prachtige smoking of een rockkostuum aan moet treden. Ja. We hoefden vanmiddag niet. Nee, nee, vandaag was het met een soort popgroep die ook kinderliedjes kan spelen en zingen. En, ja. Dus ja, dan moet je een beetje in dat sfeertje meegaan. En dus, nou ja, omdat het toch een jazzfestival is, heb ik maar een mooi New Orleans jazz met een saxofoon, omdat ik daar speel. Ja, laten we eens eventjes kijken wat je hier allemaal hebt liggen. Want je hebt dit ook vanmiddag bij het kinderconcert allemaal gebruikt, hè? Ja, en ik had er nog 3 meer ook, maar de tafel was te klein. Ja, de tafel was te klein. We wilden het overzichtelijk houden voor deze jazz talk. Ja. We beginnen hier zo natuurlijk. Ja. De wil dat we het helemaal correct zeggen, ik zou zeggen klarinet. Sorry. Ah, zie. Goed. Het is een Bert. Ja. Ja? Het is een sopraansaxofoon. Sopraansaxofoon. Ja. Dus deze, wat voor geluid maakt hij? Beetje hoog, denk ik? Ja, klopt. Ja, kleiner, hoe hoger. Ja. En dit is een alt-saxofoon. Okay. Als ik gewoon saxofoon had gezegd, dat is nog gewoon alles wat in de familie... Want dat is net zo goed ook een saxofoon. Ja, deze. Ja precies. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus deze alt, maar die, dit moet toch het meeste indruk maken, denk ik. Ja, op de kleine ja zeker. Zeker. Ja. Dit is dus een bas-saxofoon. Ja. Het verhaal daarachter is dat de eerste saxofoon die uitgevonden is, was een bassaxofoon. Dus meneer Adolf Sax, de Belgische uitvinder van de saxofoon, is hiermee begonnen ooit. Alleen dit heeft zich nooit zo doorgezet in de geschiedenis, behalve de jaren 20, toen de jazz net begon opgenomen te worden op plaatjes. Toen hadden ze akoestisch problemen. Het was natuurlijk zo beperkt. Een contrabas kon nog niet versterkt worden, er waren nog geen versterkers. Ja. Een tuba, daar ging de naald van springen. Dus dat konden ze ook niet opnemen. En toen was dit een tijdje lang, in de jaren 20, een hele goede oplossing. Dus de ouderwetse basgitaar eigenlijk. Ja, zo kan je het zeggen. Als we hele ouderwetse opnames die piepen en kraken van 100 jaar geleden. Ja, maar je had in New York had je een meneer, die heette Adrian Rollini. En dat was enorm virtuoos op de bassaxofoon. En die heeft al, ik geloof, 2000 plaatjes in die tijd ingespeeld met dat instrument. Dan voor jou, vanmiddag, je was dus bij VOF de Kunst bij. Ja. Hartstikke pop natuurlijk. Ja, zeker. Maar ze hadden geen basgitarist mee. Klopt. Dus jij was heel gelukkig, denk ik. Ja, ik was heel blij, want ik kon... kijk, er zijn een aantal stukken in hun repertoire waar blazerspartijen in zitten. Ja. Zoals bijvoorbeeld Hey Kopje Koffie. Precies, daar begint het al mee. En dat kon ik mooi op die altsax doen. Maar die stukken waar... nou, bijvoorbeeld Suzanne, daar zitten eigenlijk nauwelijks blazerspartijen in. Omdat er geen basgitaar was, heb ik al die baslijnen hier op die bassax zitten spelen. Dat is ontzettend leuk. Ja. Ja, nou laten we even gaan kijken inderdaad hoe klein dat het was. Want die kleintjes die mogen dan natuurlijk ook naar voren komen. Ja. En dan komt de sfeer erin ook. En Omroep op Brabant en Breda Nu, die waren daar dus bij. Überhaupt een hele fijne plek om een concert mee te pakken. De Lutherse Kerk. Met de wind van oren en de wind van de lucht.
kleine kinderen zo leugend zijn. Kan die leus dat alle goede mensen meer van ogen. Nou, volgens mij hadden de kinderen het allemaal vreselijk naar hun zin. Nou, wij ook. Ja. Wat is er nou om dan hier zo op het jazzfestival een speciaal concert te geven voor kinderen? Nou, ik dacht eerst nog van, oh ja, dan moeten we een beetje jazz doen. Maar nee, ik vind het hartstikke leuk om te spelen. En wat ik altijd leuk vind met dit soort optredens, is dat de ouders en kinderen en oma's en opa's, alles zit door elkaar. Mm-hmm. En wij bedienen ongeveer 2 generaties zo, dus dat vind ik wel leuk. Mm-hmm. Ja, alleen maar enthousiast. En een mooie locatie, super mooie locatie. Ik zag ook, je doet ook echt de echte oud-Hollandse liedjes, dus ja. De In Normale Schijn en dingen. Die wist je ook af met net als hits als Suzanne. Ja. Dat doe je bewust? Ja, dat staat allemaal op ons repertoire eigenlijk. Mm-hmm. Dus al die dingen, mensen kunnen ons kennen van al die dingen. Met de wim van poten en de wim van Breda, heb je daar een speciale band mee? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, Breda, vroeger kwam ik, mijn zusje, vroeger zat in de Klokkenberg. En elke zondag reden wij dus naar Breda. Via het Ginneken gingen we dan naar Breda. Dus ik ken Breda heel goed. En ik vind het een hele gezellige stad. En we kwamen vroeger altijd met een boemel. Dus dat vonden wij wel heel leuk. En we zwaaien. En dan voor de papa's en de mama's en de opa's en de oma's kwam daar ook nog gewoon de Suzanne en dat kopje koffie nog bij. Dat is een klein stukje dus van de Lutherse Kerk. Een van die binnenoptredens die er dus zijn met Breda Jazz bij de 48e editie ook weer. En dat kinderconcert VOF de Kunst met gastmuzikant. En dat is de man bij mij aan tafel, Bert Brandsma. Bert, smaakte het naar meer? Dat je denkt, nou, ja, volgend jaar bel me weer. Ik zou het graag weer doen, ja. Ik vond het hartstikke leuk. Dus ja, ik kom natuurlijk ook uit die generatie die met Suzanne groot is. Ja. Geworden. En ja, ik had nog nooit met Nol en zijn mannen gespeeld, dus ik vond het echt ontzettend leuk. En krijg je dan van tevoren nog even alle bladmuziek te weten? Nou, hier pak ik inderdaad mijn alt-sax erbij en hier ga ik de bas-sax pakken. Nou, kijk, ik kreeg inderdaad een setlijst toegestuurd en ja, echte blazerspartijen hebben ze niet, maar wel pianopartijen waar hints in staan. Van ja. wat en ik heb gewoon ja, via internet de opnames opgezocht. En daar zit nog wel een kleine leuke anekdote aan. Want ik was aan het oefenen en ik had die partijen thuis, hè? Ja, zelfstudie. Precies, voorbereid. Nou, ik denk ja. Van kijk, ik moet toch kijken hoe mijn partijtjes tussen de zangteksten het beste passen. Dat ik hem niet in de weg ja, zit. Nol moet gewoon niet, ja. Suzanne moet hij wel dat hele verhaal vertellen. Dan moet ik niet doorheen gaan toeteren. Nee. En, dus ik was aan het oefenen. Ik dacht van ja, maar hier klopt iets niet. En het bleek dat ik had oude opnames uit de jaren 80. En ja. dat Nol Havens, die heeft sindsdien de baat in de keel gekregen. Om maar, de meeste zangers, ja, hè? Precies. Ze gaan allemaal een beetje lager zingen. Ja. En, dus ik had even weer een e-mailtje. Ik zei, joh, kan je dat even uitleggen? Ja, zegt hij, nee, ze doet nu zoals het staat is het goed. Ik zei, oh prima, dan weet ik genoeg. Dan weet je, want anders dan gaat ook zelfs, ook al ben je 4, dan valt het nog wel op als het gruwelijk valt. Zoals ja, dat moet niet. Nee, het moet wel goed. Dat, zo ben ik dan wel qua instelling. Ik probeer het goed voor te bereiden. En, ja, dus het. Maar ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ook die voorbereiding alleen al. Ja, heel leuk. Ja. Zo'n kinderconcert, hè, ze vinden dat heel erg belangrijk. Dat Breda Jazz, dat het heel breed is. Dat het dus niet alleen maar om de hele swing gaat. Of alleen maar Dixieland. Of dat het blues moet zijn. Het mag alle facetten eigenlijk ook bestrijken. Ja. Heb je nou een beetje de hoop misschien dat je vandaag een jongetje of een meisje van 6, 7 jaar oud betoverd hebt. En dat die tegen papa en mama zegt, ik wil ook op. Ja, dat gebeurt. Dat zie je gewoon gebeuren. Of dat mensen naar je toe komen na afloop van ja, onze zoon of dochter die speelt ook saxofoon en die vond je helemaal geweldig. En dan, ja, dan ben ik blij, dan geef ik een hand en ik zeg, jij wordt later mijn collega of mijn opvolger. Ja. En dat zijn hele leuke dingen. Heb je het idee dat dat nog steeds wel zo is? Want af en toe heb ik het idee als ik naar mijn neefjes en nichtjes kijk, die zijn echt helemaal vastgekoekt aan de telefoon. Ja. En dan gaan lekker dingen even neer, gaan buiten spelen, gaan wat doen. Het is zeker een item in Nederland
dus ontzettend bezuinigd op cultuur. Muziekonderwijs ook. Ja, muziekonderwijs ook. De meeste de mensen die vroeger een vaste baan hadden in het muziekonderwijs zijn die baan kwijt en zijn verplicht ondernemer geworden met alle voor- of nadelen van dien. En, maar er is ook niet zo, veel minder animo om ja. zoveel jaar te gaan investeren om een instrument goed te beheersen. Want ja, je bent gewoon een paar jaar kwijt voordat je echt iets leuks uit krijgt. Ja, ja. Mensen ja, die willen snel. En, dus in Nederland is het natuurlijk echt een cultuur met DJ's en hele elektronische dingen. En, dus dit soort van vakmanschap verdwijnt wel, is in ieder geval minder aanwezig dan er wel geweest is in het verleden. Maar Bert, misschien heb je vanmiddag iemand betoverd en heb jij over een paar jaar een collega erbij. Ja. Dank je wel en graag tot de volgende keer. Ja. Bert Prantsma, ook te gast geweest bij dat kinderconcert dus van VOF de Kunst. Dat je voor vandaag op de derde dag op Breda Jazz kon vinden. Nu wordt er natuurlijk ook nog gespeeld. Er wordt buiten nog wel tot een uur of één, meen ik, muziek gemaakt. En dan gaat het op een aantal plekken ook binnen nog door. Dus je hoeft nog lang niet naar huis. En dus mijn collega die stuur ik dan weer naar het Kerkplein. Kerkplein is een hoek met een beetje blues en dergelijke. Ja, als ik nu niet... Ik vind het superleuk hoor, dat ik hier een uitzending mag maken, Jazz Talk. Maar anders dan zou ik wel daar eventjes een kijkje gaan nemen. Dus de vraag is dan inderdaad, is het een beetje goed toeven daar aan de voet van de Grote Kerk? Het is zeker al heel druk. Phil Bees Freedom hier op het podium. Een paar jaar geleden nog de beste bluesband van Nederland. En ja, kijk om je heen. Wat een drukte. En de gasten die zelf heel druk zijn. Dat is deze man. Wat een bijzonder hemdje is dit. Is het zo bijzonder? Ja, ik vind... Oh ja, ik draag hem elke dag. Ja. Vraag jezelf eens, of niet? Ja, ik ben ervan. Wanneer mag je gaan trouwen? 25 mei, geloof ik. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. En dan is dit Breda Jazz Festival de laatste keer genieten van je vrijheid, denk ik. Ja, daar hebben ze voor gekozen, hè. Ja. Voelt het nou om nog even vrij te zijn? Ja, ik moet er maar van nemen, hè. Kijk maar, ik hoef niks voor te doen. Nee. Is het dan wel extra genieten tijdens zo'n Breda Jazz? Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ga ik even naar jou toe. Ja, jullie organiseren het dan hè, als vrienden. Ja, en noem even drie gekke dingen die op het programma stonden voor deze gast. Nou, we hebben een kick-ass survival dag gehad. Dat is echt door de modder en door gewoon in de touwen hangen. Super. Oh ja, ja. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Wil je niet weten, wil je niet weten. En voor de rest een leuke escape room ergens gedaan. En gewoon gezelligheid, biertje erbij. Ja, lekker genieten met z'n allen. Volgens mij wordt het een heel bijzondere avond voor die gasten. Maar ja, wat wil je ook met een vrijgezellenfeest? Lopen wij wat verder naar achter, want ik zei het al, het is druk. Het is heel druk en het is ook heel erg gezellig. En dan loop ik eventjes naar dit tafeltje toe. Want je kunt ook een soort van eigen barretje creëren. Eventjes live op Breda nu in Omroep Brabant. Genieten. Okay. Ja, natuurlijk. Ja, die band is fantastisch. Ik weet niet hoe ze heten, maar... Dat is fantastisch. Ja, wat maakt het nou zo mooi hier? Ja, de sfeer, de muziek, vraag het hem maar. Genieten denk ik, hè? Nou ja, goed. Ik kom hier al van begin af aan op de jazz. En ik kan niet zonder. Nou, je hoort het, mensen blijven hier naartoe komen. En hier kunnen ze nog eventjes genieten van een van de beste bluesbands, als je het aan mij vraagt. Tot zover dus Phil Bees Freedom. En degenen die al begonnen zijn, ho, ik zei het hier, de baas. God, wat zijn ze enthousiast, hè? Je neemt ze mee, hè? De mannen met de mooiste pakken hier op dit moment in de studio van Jazz Talk. Dat zijn, en dan mag ik het als je het leest en je denkt, slam, pampas, zie ik daar goed? Ja, je moet het wel een beetje met zwoeng uitspreken natuurlijk ook. Je gaat nu genieten van een live optreden van The Slam Pampers. Your fire will possess my soul, gonna be your slave.
Trio ook. Jullie hebben vanmiddag al lekker gespeeld, ja. Ook hè? Buiten een beetje intiem gedaan. Nou is het zo dat heel veel mensen ook naar Breda Jazz gaan en denken, we lopen wel tegen een bandje aan en dan weten ze niet altijd wat er gaat gebeuren. Wat voor gezichtsuitdrukkingen zagen jullie vanmiddag in het publiek? Begin ik met jou, Leon. Nog een bier. Nog een bier. En nog één. En. Ja? En. Er was er eentje maar. Oh, oké, goed. En dan, Tony, ik weet bijvoorbeeld ook, hè, je hebt de Merkstuin, daar zit ook een hek bij. Dat kan ook dicht, zodat mensen er niet uitgaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Was het nodig? Wilden ze het weg? Het was absoluut niet nodig. Ze hebben zich uitstekend vermaakt en ze zijn er levend uitgekomen. Ja, jullie doen dit al zo ontzettend lang, de Slam Pampers. Teller staat op 1300 plus ook nog eens een keer, Erik. Tellen jullie ze nog, de optredens? Nee, dat is, het is niet meer bij te houden. Het is echt niet meer bij te houden. Het gaat maar door. Het regent optreden. Echt waar. En het kan bijvoorbeeld nu, hè, jullie zijn zelfvoorzienend, dus daarom lekker even langskomen bij Jazz Talk. Maar ja, ook letterlijk in de keuken neerstrijken bij mensen kan ook, toch? Ja, dat doen we ook wel eens, ja. Maar vroeger meer dan tegenwoordig. Want ja, we willen er ook geld voor hebben. Mensen willen de keuken altijd, dan willen ze ons wel eten geven. Maar ja, dat hebben we al gehad dan. En dan, ja. Maar wat jullie doen in ieder geval, een combinatie van spelen en het mag ook heel fysiek, hè, wat je doet al, hè? De bekken trekken en... Ja, hey. Het werd een Lee Towers move uitgevoerd hier zo. Jullie hebben nog meer in petto, ik ga jullie heel even uit laten wasemen, want het zweet gutst er vanaf. Het zijn hele mooie pakken. Voordat ik omval inderdaad hier zo, lieve Slam Pampers. Ik kom strakjes nog bij jullie terug, want jullie sluiten onze Jazz Talk af. Gaan wij nog even verder kijken. Jullie zijn een van de mensen die op Breda Jazz staat, maar je hebt er nog zoveel meer. Dus kan het zijn dat je echt naar het podium toe gaat, of je komt gewoon een van de straatorkesten tegen die er ook rondlopen. En er zijn er een flink aantal, ook vandaag voor dag 3 weer gestrikt.
Het Breda Jazz Festival is natuurlijk nog in volle gang. Heel veel mensen die gaan naar de stages toe. Maar er zijn ook gewoon hele leuke loopbandjes onderweg. Dus daar gaan we natuurlijk even bij kijken hoe die het voor elkaar krijgen. Represent hoorde ik net, jullie komen weer weg op Zoom, ik ook. Juist. Wat Krabbelgat is natuurlijk heel erg leuk, maar wat is nou echt de charme van Breda? De ambiance en de echte jazz weer, die je nergens vindt. Hoe komt het nou dat die lowbandjes allemaal uit Bergen op Zoom komen en allemaal zo leuk zijn? Ambiance, plezier, discipline en gewoon genieten van muziek maken vanuit een vriendengroep. Wat wil je nog meer? We zijn nu live op tv, dus doe even leuk allemaal. Wat is het plan voor de rest van de avond? Muziek maken en muziek maken, denk ik. Klinkt wel als een goed plan. Doe een beetje. Wat doen jullie vandaag hier in de stad? Ja, we spelen overduidelijk. Ik denk tot een uur of zeven. Sander, tot zeven? Tot zeven uur spelen we. En daarna wat eten en dan gaan we zelf de stad nog even in. Okay, en welke route gaan jullie nemen vandaag? Ja, we staan nu hier en verder heb ik geen idee. We hebben een leider die brengt ons overal naartoe. We volgen gewoon. En de sfeer, zit die er een beetje goed in? Ja, super lekker weer. Het ziet zwart van de mensen. Ja, kun je beter uitkiezen, denk ik. Mooi festival. Altijd tof. Oh, jullie komen op de tweede visie. Ja, echt, kijk maar. Volgens mij. Dag, mama. Met twee vrouwen. 2018. Twee vrouwen. En dan is het zaterdag en mooi weer. En dan zijn er dus ook genoeg vrijgezelle feesten die dachten, we reizen af naar Breda Jazz. Dat is een goed idee. Dat is al de tweede die we tegenkomen in de reportage. In dit geval Bart de Wit. En die vond dus dan de K Street Jazz Band en Mayday, die daar nog even een bijdrage aan wilde leveren. Ook morgen natuurlijk weer idem dito. Hè? Ook weer loslopend kun je nog allerlei orkesten tegenkomen. Dan over even terugblikken op wat er vanmiddag gebeurde op het Kerkplein op Breda Jazz. Daar stond namelijk dan de Freelance Band op het podium. Die mochten lekker twee uur lang gaan spelen. Bij mij aan tafel daarom Filip en Aad, want jullie hebben lekker al het achter de rug ook. Ja. Lekker gespeeld. Aad, wil ik met jou beginnen? Ja. Dat was lekker, ja. Dat is een goede sfeer op zo'n pleintje, veel mensen. En dat is altijd prettig om te doen. Stond de zon recht op je gezicht? Dat viel ook mee. Hij was net een beetje aan het zakken. Want anders dan weet je van, Filip, ik sta hier nog twee uur. Heb ik me ingesmeerd. Nee, dat is helemaal niet zo. Het was ideaal, die omstandigheden waren ideaal. Je krijgt wat je verdient. Jullie kregen dus lekker weer om te spelen. Zeker. Nou, dan Freelance Band. Het gaat natuurlijk al mee. Als we terug gaan spoelen, komen we uit een eind jaren 70. Ja, 78 al, hè? 40 jaar gewoon. Ja, inderdaad. Het is nu 40 jaar. Een aantal mensen kan dan ook nog wel cd's uit jaren 80 hebben. Merkte je ook van, er staan echt mensen die nog ons eerste werk nog kennen in het publiek? Had je dat gevoel, Fien? Ja, er zijn er altijd wel een paar, die zijn dan heel erg oud, maar die kunnen dan toch...
Dat, dan zie je ze ook nummers mee prevelen, want we spelen ook nog wat van, ja, van die LP's van vroeger. We hebben ook nieuwe nummers, maar sommige nummers zijn ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Dus dan doen we dat ook. Voor jullie natuurlijk 10 kilometers gemaakt in de bandbus. Ook wel het rock'n'roll leven geleid natuurlijk ook. Hè? Ook echt de drugs in de rock'n'roll gedaan, en die niet meer. Nee. Is het dan nog wel, kom je dan nog wel met plezier ervan af? Of is het gewoon heel anders dan, zeg, begin jaren 80? Het is beter. Ik bedoel, je haalt je kick uit het spelen zelf en dan aan wat er gebeurt met het publiek. En vroeger haalde je kick uit iets wat in een heel klein wit pakje zat. En ja. En dat wordt heel, heel snel heel saai in feite. Maar dan ben je er niet zomaar vanaf natuurlijk. Nee, ja. Maar het heeft alleen maar opgeleverd. En vooral betere optredens en beter bij stem, betere liedjes, betere contacten. Alles gaat beter. Ja, dus was het bijvoorbeeld wel eens vroeger dat je dacht, ik was in zo'n rush door, weet ik het wat voor middel dan ook. Wat hebben we eigenlijk gedaan, Ad? Had je dat wel eens? Soms wel, ja. 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 Ja, want je moest bijvoorbeeld soms wel vroeg soundchecken in zo'n zaal en dan pas om 22:30 s'avonds beginnen, was je om 4:00 al klaar. En dan had je niet, zat je gek te praktiseren waar je nou trek in had. Dat was niet karnemelk. en dan is wel dronken dat het optreden nog moest beginnen. Maar ja, dat is niks. Zoals achter de rug. Keith Richards ook zegt, rock'n'roll is 90% wachten en 10% rock'n'roll. Ja, dat klopt wel een beetje. Ja, hoor. Ja. Ja. Maar dan, dat kan ik me wel in vinden. Ja. Voor jullie dan vanmiddag lekker gespeeld. Je haalde al aan ook, hè? Wat nieuwe liedjes gespeeld. Stel je voor, iemand komt helemaal blanco binnen bij de freelance band. Zou je het verschil aan kunnen wijzen van deze liedjes die spelen ze al 35 jaar en deze pas 2 jaar? Zou dat kunnen? Nee, je hoort het verschil niet. Hey. Omdat wij geen enkele ontwikkeling hebben doorgemaakt. Nou, dat vind ik ook straf. Nee, we doen gewoon wat we doen. En als we samen, we maken die liedjes samen. En dan op een gegeven moment vinden we hem goed. Ja. En dat is nog hetzelfde als toen. Dus dat idioom waar het uitkomt, dat is oude Amerikaanse muziek. En dat wordt niet ineens iets heel anders. Daar zijn we heel betrouwbaar in. Ja, dus wat dat betreft, want dan noemen jullie het ook de Little Big Music. Dat is wat je er zelf voor een mooi etiket op hebt. Dus als we dan toch hokjes gaan doen, welke aanverwante acts zou je dan noemen bijvoorbeeld, Aad? Hoe bedoel je? Bijvoorbeeld, moeten we denken aan een Creedence Clearwater Revival? Nee. Schurk dat aan jullie, wat jullie doen? Nee, ik denk dat je toch meer moet zoeken bij J.J. Cale, Ry Cooder in die hoek. Ja. Tony Joe White ook, ja. We waren er vanmiddag in ieder geval ook bij. Hè? We hadden een cameraploeg jullie kant uitgestuurd, zodat we het een beetje mee kunnen krijgen hoe dat het vanmiddag klonk. Uit de set van de gasten die ook bij mij aan tafel zitten, de freelance band. En de afvaardiging van de freelancers, dat is hier zo Aad en Philip bij mij aan tafel. Als ik jullie helemaal maximaal wil boeken, op hoeveel man komen we dan op het podium uit? Op dit moment zijn we met z'n vijf. De oorspronkelijke kern van de band, daar hoort Frank Nijens ook nog bij. Die vroegere solo-gitarist van de Q65. Maar die heeft een hele hardnekkige blessure, waardoor die er niet bij is op het moment. Met hem erbij zijn we met 6. En dan eventueel nog een paar andere freelancers kunnen we er ook nog bij boeken. Hè? Dus we denken nog een paar blazers of een beetje percussie of zo. Ik wil mijn geld smijten, dan kunnen we het freelance. Dan nemen we al onze vrienden mee. Maar als we met z'n vijven staan, dan heb je wel
En er zit Boris van der Lek op saxofoon er nog bij. En die komt vandaag niet. Daarom heet het ook freelance band. Ja. Degene die kunnen doen mee. Nou, dit is wel heel modern, zoveel freelancers in Nederland tegenwoordig. Dus wat dat betreft, jullie waren je tijd al ver vooruit, natuurlijk. Ja, dat was toen inderdaad ook al het idee. Dat wie... ja. Maar we zijn begonnen toen zat iedereen nog in een andere band. Ja. Ik zat nog in een band, die heette toen Himalaya. En Frank die zat bij QB and the Blizzards. En John zat in een band die onze mondharmonica speelde, die zat in Water. En dat deden we voor de lol, het spelen. En Philip had liedjes en dan gingen we gewoon in onze vrije tijd spelen. En, maar dat is uit de hand gelopen. En daarom nog steeds gewoon anno 2018 ook niet nieuwe liedjes spelen. 2016 nog album uitgebracht ook. Ja. Zijn er wel weer plannen om dat weer... Want ja, cd maken kost ook geld. En wie koopt er nog een cd? Maar zou je het weer willen doen? Echt een mooie opname maken? De nummers zijn er al en de basis zijn ook al opgenomen. Er komt gewoon weer... Er worden minder en minder cd's verkocht. Dus je moet er meer en meer maken. Dat is het motto. Dat vind ik een hele mooie ook nog een keer. Dan als je kijkt naar het tourschema, er staat nog best wel lekker een aantal dingen in de agenda ook, hè? De parade in Amsterdam hebben we er twee. Dat is heel erg leuk. Hè? Dat is een goed podium ook. Nieuw-Schonebeek. Oh ja, Nieuw-Schonebeek. Die vieren hun... Is dat het 50-jarige bestaan van die... Ja, geloof ik. We hebben daar vroeger ook gespeeld. Ja, in Nieuw-Schonebeek. In JC Guru heet dat. Jeugdcentrum natuurlijk, ja. En dan kom je dan toch weer terug inderdaad. Ja, dat is leuk hoor. Ja. Dit is ook heel erg leuk trouwens. Omdat we hebben hier vroeger ook wel bij gezeten. Bij de Breda Jazz. Maar het was echt lang geleden. En fijn dat jullie op het affiche stonden voor editie nummer 2018. Freelance Band, dankjewel dat jullie ook nog eventjes in de Baroniestad wilden blijven hangen voor Jazz Talk. Tot de volgende keer. Succes met de opnames ook. Dankjewel. Gaan we verder kijken wat er nog meer gebeurt in de stad allemaal. Want ook nu wordt er natuurlijk nog muziek gemaakt as we speak. En zo'n druk bezochte plek, dat is natuurlijk het Spanjaardschat. Heb je een mooie uitzicht erbij en ligt die ponton daar in het water. En er staat op dit moment iemand met een band, ook nog eens een keer de Jamal Thomas Band. Nou, dat is een drummer, Amerikaan, die heeft bijvoorbeeld gespeeld met een Maceo Parker en vele, vele anderen. Dus wanneer hij zegt, hey, ik heb weer een band nodig, dan staan ze volgens mij in de rij en willen ze met hem op tour. Dus krijg je een hele internationale band die dus ook met hem samen wil werken. Maar ja, mooie plek. Het is fijn weer. Het is het Spanjaardschat, dus het is gewoon natuurlijk hartstikke druk. Dus dan is de vraag, past mijn collega Raymond Merckx daar überhaupt nog wel tussen? Ik pas er zeker nog wel tussen, maar het wordt wel steeds moeilijker. Want hier zie je ook aan de zijkant dat er steeds meer mensen toestromen naar dat ponton. Dat drijvende podium. Eigenlijk wel een heel mooi plekje in Breda. Met bootjes die voorbij komen, sfeerverlichting en een lekker muziekje wat je op de achtergrond hoort beginnen. Loop ik eventjes hier naar het hoekje toe. Ja, jij wil heel graag volgens mij. Wat een enthousiasme. Yeah. Wat maakt het... Wat ben jij vrolijk? Ja, altijd. Ja. Wat maakt het nou zo mooi, dat Breda Jazz? Nou, ik ben hier opgegroeid. Dus ik hou van jazz en ik vind hier altijd heel gezellig, veel mensen, dus dat. Hoe was de dag is het voor jou? Van alle dagen geweest? Ja, ik tik er nu wel een beetje in. Ik ben nu wel een beetje moe aan het worden. Wat voel je dan? Ja, vermoeidheid dus. En welke dag is nou het beste van die drie tot nu toe? Ik vond gisteren hier de Luchtmacht heel vet. Big Band was echt mega waanzinnig. En waarom stak die er dan met kop en schouders boven? Wat ik zei, ik hou heel erg van jazz, dus... Ja, zo'n big band met 50 mensen waard denk ik of zo, dat heb je niet zo snel. En dat waren een beetje de echte Frank Sinatra klassiekers. En de rest vind ik een beetje commercieel, rockachtig country. Dus van dat wel heel vet. En wat me nu aan het spelen is, wat vind je daarvan? Weet ik niet, we komen nu pas kijken. Nou, ga lekker kijken, ga lekker genieten. Die gaat snel weer naar het podium toe. Ga ik even naar dit groepje hier. Ja, wat maakt het nou zo mooi, eventjes live voor Breda nu in Omroep Brabant. Dat jazz, hè? Waarom is dat zo leuk? Het is wel gezellig, de sfeer, de mensen. En je ziet het lekker druk, gewoon leuk. Ja. En dit is, vind ik, wel een van de mooiste podia, hè? Bij dat water. Dit is wel het gezelligste van heel de binnenstad. Ja. Sowieso. En waarom is dit dan juist zo gezellig? Ja, het is speciaal aangelegd en ja, ik weet niet, aan het water, gewoon leuk. Ja. Ja. Hoe was de biertjes dit? Tweede biertje. Oh, hij doet het rustig aan. Hij doet het rustig aan. Hij gaat lekker genieten. Hier achter mij spelen ze nog eventjes door op een van de mooiste podia van Breda.
En zorg ervoor dat je er ook weer heel uitkomt. Want morgen hebben we je weer nodig. En Raymond ook nog. Dan maken we ook een Jazz Talk op Breda Nu en op Omroep Brabant. En ook weer van 10:30 tot 11:30. En dan sluiten we Breda Jazz 2018 echt helemaal af. Nou, wanneer dat je Breda binnenkomt, dan kan het al niet missen. Menig abri hangt er vol mee. Her en der zie je de vlaggen al. En menig winkel heeft dan ook de poster van dit jaar. Bijvoorbeeld in zijn etalagegang. Hè, om aan te tonen inderdaad van we zijn er weer. Breda Jazz 2018. Een drumstijl schittert je tegemoet. Daar is ook over nagedacht natuurlijk, hè, hoe dat dit in elkaar zit. Dus daarom gaan we dus naar degene die dat ontwerpt. Pepijn Zwart van Studio Pepijn Zwart. Goedenavond, Pepijn. Goedenavond. Hoeveel werk is er gaan zitten in deze drumstijl? Een paar dagen. Een paar dagen? Wow, want je moet de drumstijl op de foto zetten? Ja. En dan heb je al... Dan is die bijna klaar. Dus het drumstel, dat was het lastig model dit jaar. Nou ja, een drumstel is best wel groot. Ja. Maar het moet wel een soort compositie krijgen dat je niet zegt van... Ik ben een drumstel aan het verkopen, maar het moet wel... Ja, toch? Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens, ja. Het moet muziek uitstralen, het moet iets doen... Daar moet iets mee gebeuren. Nou, daar ben je een dag mee bezig om dat een beetje leuk te maken. Het moet duidelijk zijn dat het Breda Jazz is. Ja. Je wil de datum er heel erg goed op hebben. Wat is nog meer belangrijk dan? Website? De kleuren. Ah, natuurlijk. Maar dat staat al vast. Je weet al, ik moet iets met oranje, ik moet iets met blauw. Ja. En de rest is niet... Ja, de rest is... Het moet jazzy zijn. Ja. Nou ja, je doet dit al, dit is je 20e affiche. Ja. Dan heb je wel in je vingers, denk ik, wat Jazzy is, Pepijn, of niet? Dat hoop ik. Ze hebben hem afgedrukt. Ja, nou ja. Dat klopt. Zullen we nog eens eventjes kijken, is dit degene van vorig jaar? Met de sax? Pak ik die, ga ik hem eventjes nog omhoog houden. Ik zeg wel sax, maar dat zeg ik verkeerd. Nee, het is een klarinet. Ja, oké. Dus dit ook weer... Jazzy, dus het moet ook een beetje beweging hebben eigenlijk, zo'n affiche. Nou, als je de eerste ziet, dan pakken we die er ook nog even bij, hè? De letters, wel bekend op de kop. Ja, zonder datum. Ja. En toen, dus dat is 1999. Maar ja, dat, de letters op zijn kop. Maar dat heeft ook iets jazzy's, hè? Improviseren, muziek. Hoe kwam deze klus tot jou dus in 1998? Het was eigenlijk meer promotie van de stad. Hoe zetten we jazz weer op de kaart? En hoe duidelijk kan je zijn door gewoon te zeggen van... jazz. Dus het jaar erop deed ik hem gewoon in het zwart. Kijk, af en toe, never change your winning team. Ja, maar ja, hoe duidelijk kan je zijn? En toen werd het elk jaar een muziekinstrument. Mm-hmm. En dat hoeft niet... In het begin was het allemaal illustratief. En later is het dus fotografie geworden. Maar dat heeft 20 jaar geduurd. Misschien ben je ook al een beetje bezig met editie 49, editie 50. Nee. Die zit er wel aan te komen. Nee. Nee. Nee, logisch. Hoe lang van tevoren moet je ermee beginnen? Want ja, ze willen op een gegeven moment die festivalkrant moet eruit en dat soort dingen. In januari. En als het niet in januari is, dan kom ik in februari. En dan beginnen zij wel zich af te vragen wanneer het komt. Oké, maar het staat ook vast in ieder geval, die kleuren, dat oranje en dat blauw. Dat zal ik nog wel even oranje blijven, en blauw is een vereiste. Hoeveel mensen zouden nu jouw affiches zien? Want er komen honderdduizenden mensen met deze logo's in aanraking nu op dit moment. Dat moet denk ik als ontwerper heel erg gaaf zijn. Ja, deels wel. Maar ja, na 20 jaar ben je... Ja, het is best wel... Ja, is het redelijk gewend. Ja. Dus dan denk je, weer zo'n vlak van mezelf, weer een visitekaartje. Ja, als je 20 jaar door je eigen stad heen loopt, dan is het... Het is wel leuk, het is heel gaaf, maar het is... Op een gegeven moment is het ook gewenning. In ieder geval een strak affiche en voor volgend jaar gewoon weer oranje en weer blauw. Waarschijnlijk ook alweer van jouw hand in ieder geval. Ja, ik hoop het. Studio Pepijn Zwarte, die tekenen ervoor, dat jazzy drumstel. Dankjewel.
Dan weer eventjes terug ons neus in de straten steken hier zo van het centrum van Breda. We hebben onze Mike Siebelink weer op pad gestuurd. De avonduren vallen nu Breda en ik ga nog even een rondje maken om te kijken of de sfeer er nog een beetje goed in zit. Wij zien diverse optredens. We hebben echt jazz en een beetje country jazz. Van alles wat hebben wij gezien. Okay. Ik hoef bijna niks meer te zeggen, het gebeurt allemaal vanzelf. Ja, gaat ook vanzelf. Het is hier heel gezellig. Ja? Ik vond de sfeer tijdens het jazzfestival, gewoon een ander publiek in de stad. En dan is de sfeer gewoon heel erg anders en leuk. Ook voor onze leeftijd, zullen we zeggen. Gaan jullie ook nog een beetje vieren dan? Wij wel, wij gaan nog avonden door hoor. Oh ja, wij ook. Sfeer. Fantastisch, kan niet beter. Beste festival die er is. We hebben hier nu de beste trommelist van Breda staan. Ja. Die jongen, die gaan de trombone spelen. Wonderful, all of this is wonderful. Yeah. All of it. The treatment, the people, the attitude, the atmosphere. I'll come back again. Like it. It's better than in England. Yeah, I'd say it was, yeah. English people cause too much trouble. They do. Football, everything else, punching. Here, everybody friendly. Moet ik hem blazen dan? Dit is de voorkant. Die moet ik hem blazen? Ja, dat is de voorkant. Is hij wel schoon? Ja. Ik heb hem vanochtend nog gepoetst. Okay. Dus jij kunt gewoon gaan blazen. Ja, we gaan zo meteen nog even echt... We gaan salsa, daar gaan we naartoe. Oh, ja, salsa. Dat is leuk, daar ben ik ook al geweest. Ja. Kunnen jullie salsa dansen? Zeker, heel goed. Ja, laat zien. Nina is heel soepel in de heupen. Nee. Maar ik wil wel een dansje met je wagen hoor, straks. En dan gewoon hierin? Ja. Ja, zal ik meer bij jou? Dat werkt. Er komt geen geluid uit. Ja, dat is oefenen. Doet hij het of niet? Ik weet niet, staat hij aan? Hij staat aan. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Goed. Nee. Wij hebben deze boten nou speciaal aangeschaft voor vandaag. Zeker. Jazeker, met een stukje duct tape erbij en perfect hier. Ik vind het wel creatief gemaakt. En wat gaan we nou heel de avond doen? Een beetje dobberen? Nou, dat niet. Dit is een soort pre-drijft. Maar voordat we... Want ik heb er nog een hulpstuk bij. Ja, zie je. Ik wist het wel. Ja, lift each judge's cause, each careful step. We zijn weer een paar uur verder. Hoe is de staat? Nou, best goed. Ja? We hebben nou ondertussen allemaal meegemaakt. Nou ja, het gaat best goed, maar ik kan nog wel wat hebben, dus dat scheelt. Along the byway, ho and more, much more than this. Ja, we zetten nog even de rem op. Did it my way. Ik heb geen idee. Maar het enige wat ik wel weet is dat ik over een paar uurtjes al... Maar waarschijnlijk gaat dat niet meer goed. Ja, nou, ik vind jazzfestivals voor Breda's denk ik best wel normaal. Ik denk dat dat voor buitenstaanders heel anders wordt gezien. En nou, ik denk dat iedereen in Breda dat wel hier eventjes naartoe komt om toch ook gezellig even een biertje te drinken. En met mensen te zijn die ze eigenlijk normaal niet echt meer tegenkomen en hier dan wel weer tegenkomen. Nu laten vallen. Netjes? Het gaat goed, hè? Het gaat goed. Mee Eloi kom je er wel. Daarom. Ja, kom jazzen in Breda als je nog nooit geweest bent. Fantastische sfeer, veel podiums. Je moet even zeggen, we gaan terug naar Eefke in de studio. We gaan nu terug naar Eefke in de studio. Eva uit in de studio! Nee, Evert, Eefke. Oh, Eefke. Hoi Eefke. Eefke in de studio. Hey Eefke, tot zo in de studio. Zoals wij een goed rugfan zeggen, je neemt ze mee, hè? Ja, inderdaad. Tijd om deze Jazz Talk af te gaan sluiten. Het zit er bijna op dag nummer 3, maar mocht je nog de stad ingaan, het gaat hier nog tot in de kleine uurtjes door. En ik heb nog muzikale gasten bij mij in de studio die, ik weet niet Tony, hoe laat je het wil gaan maken, maar ook morgenmiddag moet je nog spelen, hè, Breda Jazz? Ja, maar wij slapen nooit. Wij maken muziek. En het heet al Lazy Sunday Afternoon, dus misschien kun je het morgen gewoon een beetje rustig aan doen. Ja, een beetje free shoppen. Nou, daarom zometeen, als je misschien daarnet al ingeschakeld was, dan zag je al dat het ook, dit gaat gepaard ook met een glimlach ook. Erik, wat is nou het belangrijkste? De muziek of toch meer de komische noot voor de Slam Pampers? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk allebei. Het hoort bij elkaar. We maken jazz comedy. Ik ga jou loslaten en schuif nog even op naar Leon. We hebben daarnet al een fantastische Frank Sinatra gehoord. De lat ligt hoog nu, hè?
gaat hij weer, ja. Ja, sorry. Moet ik even zo masseren een beetje? En dan, wat wordt de titel? Wat gaan jullie doen nu? What's the Trouble Jack? What's the Trouble Jack? What? En dan gaan jullie doen de Slam Pampers. Veel plezier! Yeah. Slam Pampers, inderdaad. Dankjewel dat jullie Jazz Talk de studio kwamen opvrolijken. Veel plezier nog morgen. Lazy Sunday Afternoon op Breda Jazz. Kun je hun ook nog zien. En dan zit deze uitzending van Jazz Talk erop. Dit was dag nummer 3. En morgen gaan we hem mooi afsluiten. En zijn we er weer live tussen 10:30 en 11:30 op Breda Nu en Omroep Brabant. Bedankt, hè. Houdoe. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Goedzooi en Blackgate.